Het is 4 mei 2020 en ik sta hier in een lege en stille dorpskerk. Door het coronavirus is de dodenherdenking anders dan anders. Normaal is de kerk vol. Er is muziek, er zijn toespraken en gedichten. De veteranen hebben een ereplaats. Vandaag is het hier leeg. De stille tocht kan niet plaatsvinden, noch de kranslegging met iedereen die hier normaliter zou zijn. En toch herdenken we vandaag. Wij denken aan hen die door oorlogsgeweld zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Voor ik betrokken raakte door mijn werk, toen in Enschede, deed ik mijn best niet in Nederland te zijn in deze periode. Ik bezocht vrienden in landen waar ze geen 4 mei herdenking op dat moment hebben. Dan hoefde ik de films op tv niet te zien die over de Tweede Wereldoorlog gingen. In 1990 werd ik in Enschede betrokken bij de overkomst en het verblijf van 150 Britse veteranen, inclusief partners. Zij zelf, of hun leger- of luchtmachtsonderdeel, waren betrokken geweest bij de bevrijding in Enschede. We hadden een 10-daags programma opgesteld met de herdenking bij de 50 oorlogsgraven en het Enschedese oorlogmonument. Maar ook vierden we feest met Keep Them Rolling door de binnenstad en de veteranen op de wagens. Het ene moment hadden we tranen in onze ogen en het andere moment stond iedereen te stralen. Ook in 1995 kwamen vele veteranen die verbleven bij gastgezinnen. Iedere 5 jaar daarna kwam er steeds een kleinere groep. Tot 5 jaar geleden het er nog 4 waren. Veel vertelden ze niet over de oorlog. Belangrijk was het kameraadschap en de realisatie dat zij overleefden. En, misschien met enig gevoel van schuld, dat zij in het zonnetje werden gezet door de bevrijde Nederlanders en niet hun gevallen kameraden. Ik hield van deze mannen in hun blauwe jasjes, grijze broeken, baretten met regimentstekens op hun hoofd en de medailles trots op de borst. Sindsdien herdenk ik hun kameraden en onze slachtoffers. Wij leven nu in een vreemde periode. We moeten thuis blijven en als we buiten zijn, moeten we 1,5 meter afstand houden. Dat doen we. Zij het dat de banden lijken te gaan knellen. De solidariteit lijkt te minderen. Maar we moeten solidair blijven, ter bescherming van onze kwetsbaren. Vorig jaar, bij deze bijeenkomst, was Jaap Haardeman, die hiernaast op de begraafplaats ligt, stond even in het licht. Afgelopen vrijdag bezocht ik het oorlogsgraf op de begraafplaats in de Zuidbuurt. Daar liggen 2 jongens die in de meidagen van 1940 stierven voor onze toekomst. Cornelis Jacobus de Jong, 26 jaar. Hij kreeg het bronzen kruis voor moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand. Ook Cornelis Leonardus van Velzen, een soldaten eerste klas, ligt daar. Hij stierf op 10 mei 1940...
21 jaar oud, in Valkenburg. Bij de verdediging van het vliegkamp, denk ik. Twee jonge mannen met echte Zoeterwoudse namen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Als u weer langs de gedenksteen komt, lees hun namen en herdenk hen dan. Om 8 uur vanavond klinkt de tap toe uit meerdere hoeken hier in de gemeente. Een mooi initiatief om toch samen te herdenken. Als de laatste toon wegsterft, zijn we 2 minuten stil. Wij halen onze herinneringen of de verhalen van onze ouders en grootouders voor de geest. En als het goed is, houden we onszelf voor: dit mag nooit weer gebeuren. En ik zal mijn steentje daaraan bijdragen. Geef die boodschap ook door aan uw kinderen en kleinkinderen. Zo bent u degene die de waarschuwing voor handhaving van de vrijheid meegeeft aan de generaties die u zullen volgen. Dit mag nooit weer gebeuren en ik zal mijn steentje bijdragen.